Twee smoothies, een groene en een rode. Ik eet het dus echt nooit, maar ik vind het er zo lekker uitzien. Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag weer een to-go unboxing voor jullie. Ik had er weer helemaal zin in, dus ik heb vandaag 4 boxen die ik samen met jullie ga openmaken. Ik heb geen idee wat erin zit. Ik wil het zelf ook altijd een verrassing voor mezelf houden. Ik hoop in ieder geval dat jullie zin hebben om mee te kijken. Doe dan ook even een duimpje omhoog. En vergeet de onderdruk zeker niet om even te abonneren op mijn kanaal. En dan gaan we gewoon meteen beginnen. De eerste box waar we mee gaan beginnen is deze. Deze is eigenlijk van een broodjeszaak die in een tankstation zit. Het heet Het Kwartiertje. Trouwens, voor de mensen die de Too Good To Go app niet kennen. Het is een app waarbij je een magic box koopt. Je hebt geen idee wat erin zit. Je betaalt meestal bijvoorbeeld 5 euro en dan krijg je een waarde van 15 euro. En het gaat om producten die uit het assortiment gaan, bijna over de datum gaan. Noem het maar op, maar je hebt dus geen idee wat erin zit. Ik vind het helemaal een leuk concept, ik vind het een goed concept. Ik denk dat de meeste mensen het wel kennen, maar af en toe krijg ik nog steeds dat mensen niet precies weten wat het nou inhoudt. Maar we gaan dus beginnen met het kwartiertje. Toen ik naar binnen liep, dacht ik echt, wow, het ziet er echt super netjes uit. Ik was er nog nooit geweest, het is wel bij mij in de buurt, maar ja, het zag er echt best wel mooi uit van binnen. Dus laten we eens gaan kijken. We beginnen meteen goed, want allereerst zit er dus een appelflap bij. Natuurlijk altijd lekker. Oh, en dit vind ik ook top. Er zitten dus 2 smoothies bij, trouwens. Dit is echt perfect voor mij, want ik heb wel mijn vitamines nodig. Misschien hoor je het ook wel aan mij. Ik ben echt heel erg verkouden. Ik weet niet of het misschien valt het je niet op, maar volgens mij klink ik best wel verkouden. Ik heb in ieder geval 2 smoothies, een groene en een rode. Ik ga ze allebei even ruiken, want ik hou echt van smoothies. Vooral rode. Ik heb het gevoel dat heel veel mensen rode smoothies toch het lekkerste vinden. Omdat daar vaak natuurlijk, ja, gewoon die aardbeiensmaak, frambozensmaak is meestal wel echt heel erg geliefd. Laten we hem eens ruiken. Oh, ik krijg hem niet af. Oh ja, ik denk dat dit aardbei, banaan en nog iets is. Oeh, deze is echt heel lekker. En dan ga ik ook deze even ruiken. Ik weet niet of ik deze ga opdrinken. Ik ga proeven. Want ik denk dat ik deze aan iemand anders hier thuis ga geven. Want ik hoef er geen 2. Oh nee. Nee. Dit is ook niet mijn ding. Ik weet niet wat hier allemaal in zit. Het is ook, hij lijkt op de camera ook best wel groen. Maar als ik hem hier zie, dan denk ik, oh, het lijkt eigenlijk gewoon een beetje op slootwater. Door het licht lijkt hij nog best wel, volgens mij, mooi groen op de camera. In het echt vind ik het tegenvallen. Maar in ieder geval dus 2 smoothies. Dan hebben we nog een zakje. Ik vind het altijd zo leuk om te kijken wat er dus allemaal in de boxen zit. Oeh, dit is echt een heel broodje. Dit is een broodje gezond. Dit ziet er toch goed uit. Hier zit op ham, kaas, ei. Zit er trouwens nog tussen. Tomaat, komkommer, sla en dressing. Ruikt echt top ook. Ik heb trouwens deze boxen gisteravond allemaal opgehaald. En ik neem het nu voor het ontbijt op, zodat we dadelijk hier mooi van kunnen ontbijten. Maar dit ruikt echt heerlijk. En als allerlaatste hebben we nog een zakje. Het is echt veel. Dit is volgens mij net een andere. Oh, hier zit ongeveer hetzelfde op. Alleen dan eiersalade, tomaat, sla, bacon en ham. Zoiets. Ziet er ook echt heel erg lekker uit. Deze box was €4,99 en moet een waarde bevatten van €14,99. Nou, ik denk dat we zeker wel kunnen zeggen dat we die gehaald hebben. Die broodjes zien er super goed uit. Tegenwoordig, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar bij ons in de buurt, bij een tankstation, betaal je echt goud geld voor broodjes. Dus ik weet zeker dat die best wel duur kunnen zijn. En dan met smoothies erbij, appelflap. Ik vind het echt een hele goede box om mee te starten. En dan gaan we nu naar de volgende. Dan gaan we door naar de tweede box. En die is van de Lidl. Jongens, dit is niet normaal. Ik zal vast vertellen, ik heb €2,99 betaald voor deze box. Hij is eigenlijk te zwaar om gewoon zo de hele tijd omhoog te houden. We gaan gewoon meteen alles eruit pakken. Maar dit slaat echt letterlijk nergens op. Allereerst, en ik was zo blij toen ik dit zag, zitten er dus avocado's bij. Ik hou van avocado's op, ja, weet je wel, gewoon zo'n avocado toast maken met nog ei erbij. Of
Je kan er zoveel dingen mee maken. Ik hou er gewoon echt van. Maar die zitten er dus al 4 bij. Ik weet gewoon niet eens waar ik moet beginnen. Het is zo ontzettend veel. Dan gaan we naar deze cherry tomaatjes. Die zien er dus zo uit. Oeh, nog meer tomaten. Dit is ook echt weer een grote verpakking eigenlijk. Een komkommer. Bosui, natuurlijk ook altijd goed. Gebruiken wij bij best wel wat gerechten. Dus dat is top. Ik tel 3 peren. Oh, wat is dit? Oh, dit zijn allemaal... Oké, deze voelt niet goed meer. Ik denk dat deze het niet gaat overleven. Maar in ieder geval nog 3 kiwis. Daarnaast nog 4 appels. En deze zijn allemaal van Elstar. Dit slaat echt nergens op. Het is zo ontzettend veel. Ik heb hier nog meer kiwis. Oh, deze. Oh, dit zijn van die Sun Gold kiwis. Die vind ik altijd extra lekker. Dat zijn deze. Deze dus. Een pakje met witlof. Dit, ik weet niet of meerdere mensen dit soms eten. Maar witlof uit de oven met kaas en ham eromheen. Is echt zo'n aanrader. Ik vind dat echt helemaal lekker. Hier nog een bakje met kastanje champignons. 3 paprika's. Dan hebben we nog een meloen. En als allerlaatste 2 courgettes. Dit was dan de box van de Lidl. Ik heb hier dus €2,99 voor betaald. En je moet een waarde ontvangen van €8,99. Nou jongens, die hebben we zeker wel gehaald. Ik denk dat die bakjes met tomaten, die 2... En zo'n bakje met kiwis daar al echt dik boven zit. Dus ik weet niet. Ik heb zo ontzettend veel gekregen. Ik had het niet verwacht. Ik heb ooit 1 keer eerder een groentebox bij Lidl gehaald. Maar dat was een andere winkel. Daar zat toen ook wel veel bij. Maar lang niet zoveel. Dit is echt niet normaal. Ik denk dat ze hier wel 4 boxen van hadden kunnen maken. Dus ja, echt een hele goede waarde. Dus dit was box nummer 2. We gaan door met de volgende. En die is van Bakkebart. Ik match ook helemaal met de kleuren van het logo. We gaan allereerst met dit zakje beginnen. Zakjes zijn toch stiekem altijd wel het leukst. Want dan weet je gewoon dat er meestal iets van gebak in zit. Oeh, ja, dit is het. Dit is... zeker lekker. We beginnen allereerst met 2 puddingbroodjes. Ik eet dit dus echt nooit, maar ik vind het er zo lekker uitzien. Dus ik wil deze keer echt even gaan proberen. Het volgende zakje voelt best wel zwaar voor zo'n klein zakje. Oh, dit ziet er heel schattig uit. Oké, hij zit helemaal vast. Ah, ik trek dit ding eronder uit. Oh, dit is niet handig. Oké, ik ga hem gewoon open scheuren. Want... dit wordt heel moeilijk om te laten zien. Dit is toch een koffiebroodje? Ja, ik weet het wel zeker. Dit is gewoon zo'n koffiebroodje met dus allemaal glazuur eroverheen. Het is echt een zooi aan het worden. Want overal zit glazuur, maar ziet er wel heel lekker uit. En dan gaan we verder met alle broden. Allereerst zie ik een zak vol met bruine bollen. En dat is dit zakje dus. Dit brood ziet er heel lekker uit. Dit vind ik echt... ja, ik weet zeker dat het lekker gaat zijn. Deze is ook groot, joh. Ik weet niet of het echt opvalt op de camera. Maar dit is echt een heel groot brood. Dan hebben we hier nog witte bolletjes. Ik ben de laatste tijd echt verslaafd aan witte bolletjes. Ik weet niet, ik heb helemaal mijn liefde ervoor teruggevonden. Ik vind het echt heerlijk. Dus dat is dit zakje. En als allerlaatste... oeh, dit ziet er heel lekker uit. En er staat ook dus wel iets op. Want normaal staat er echt nooit iets op bij Bakkebart. In ieder geval, bij mij staat op de zakjes nooit wat op. Maar dit zijn afbak mini bartjes in het wit. En er staat dus ook echt bij hoe je het af moet bakken. Ik denk dat het ook top is om dit af te bakken. En dan bijvoorbeeld zalm of zo op te doen. Of die avocado van net en dan zalm of avocado en ei. Daar zijn deze broodjes denk ik echt perfect voor. Of gewoon een soort tosti. Maken kan er natuurlijk ook mee. Dit was de box in ieder geval van de Bakkebart. Ik heb voor deze box €4,99 betaald. En deze moest ook een waarde bevatten van €14,99. Dat heeft hij ook zeker gehaald. Ik vind het ook weer een hele goede box. Ik moet wel zeggen, die van net was natuurlijk nog veel meer voor mijn gevoel. Maar ik vind dat er echt heel erg voorbij zit. Ik ben ook heel erg benieuwd naar deze. En naar die puddingbroodjes en alles. Ik vind het echt een hele goede waarde ook weer. En dan gaan we door naar de laatste box. En die is van Bakkerij Lamers. En allereerst beginnen we met deze keizerbroodjes. En hier zitten er dus 7 in.
We gaan door naar dit witte brood. Ook altijd goed natuurlijk. Dit vind ik zo lekker. Dit zijn volgens mij iets van kaasbroodjes. Het ruikt er ook echt helemaal naar. Dit ga ik sowieso opwarmen en dadelijk opeten. Ik hou hier dus echt van. Ik denk dat je dit het beste kan omschrijven als een soort kaascroissantje. Wel heel leuk, want ze maken het dus niet in de vorm van een croissantje, maar in de vorm van een rondje. Sowieso, die bakkerij. Het is niet normaal hoeveel lekkere dingen daar staan. Als je daar naar binnen loopt, zie je echt grote mooie taarten, van alles. Dingen, chocola, echt in vormen dat je denkt, wow, zo vet gemaakt. Maar dit vind ik dus ook echt leuk, dat ze dit zo gemaakt hebben. Dan hebben we nog een tijgerwit brood. Nou jongens, het houdt niet op. Dit is ook echt weer veel hoor. Dit is eigenlijk een lang stokbrood, maar dan dus door de midden gesneden. Ja, dit is natuurlijk ook altijd goed. Gewoon afbakken en je kan het weer helemaal lekker eten. Dan hebben we hier nog meer bolletjes. En als laatste nog meer bolletjes. En dit zijn echt kleintjes. Oeh, heel leuk. En dat is dus deze verpakking. Trouwens jongens, ik wil echt even een momentje nemen voor mijn nagels. Kijk hoe mooi voor de kerst. Ik vind het helemaal leuk. Ik had eigenlijk ook nog een feestdagenbox gekocht, maar helaas is die afgezegd. Dus die kan ik niet aan jullie laten zien. Ik was heel erg benieuwd wat ik dan zou krijgen. Maar jongens, dit is alweer het einde van deze video. Ik vind dat ik echt ontzettend veel heb gekregen. Bij allemaal, ik kan geen één box slecht noemen. Nee, echt gewoon geen één. Normaal heb ik wel dat ik denk, nou die box is wel, en ik denk ja, beetje weinig, maar op zich prima. Ik vind het echt weer niet normaal. Ik ben heel erg benieuwd welke box jullie het leukst vonden. Ik weet het niet. Ik weet het niet zo goed welke ik deze keer echt het leukst of het best vond. Ik vond het allemaal echt helemaal goed. Ik ben ook heel erg benieuwd naar jullie ervaring met de Good To Go. Want ik hoorde altijd zoveel verschillende verhalen over. Ik heb het idee dat ik hier in de buurt altijd echt veel krijg. En dat sommige mensen echt zeggen van nee ja, ik krijg 3 broodjes en dat is het. Dus dat is echt jammer als het bij sommige ja, plekken gewoon heel anders werkt, zeg maar. Maar ik vind in ieder geval deze keer dat ik echt weer veel goede boxen heb gekregen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe ook zeker even een duimpje omhoog. En vergeet hier dus onder zeker niet om even te abonneren op mijn kanaal. En dan hoop ik je snel weer te zien. Doei!